Hallo iedereen, ik ben Jesse. Kappen. Niemand hoeft het te horen. Oh mijn god, dat is de sterkste trainer van allemaal. En zijn legendarische Pokémon, de sterkste Pokémon. Magikarp, nee! En weet je, een déjà vu! Ja, we hebben dit al eerder geprobeerd en het faalde compleet. Ja, iemands microfoon ging dicht en ik zeg niet wie's microfoon. Ik wel, het was Anders' microfoon. Nee, het was Dennis' microfoon. Nee, het was jouw microfoon. Nee, misschien. Jawel. Hij gebruikt de sterkste aanval, genaamd Splash. Weet je wat het doet? Helemaal niks, daarom is het zo sterk. En dan opnieuw een scheidsverpoon. Was een stom in generatie 1 tot 3. Ja. Met dat eerder gezegd? Oké, hoe dan ook. We waren maar een stukje over een leuk Pokémon gevecht die wij twee hadden gehad. Yep. En ik heb hem met een fucking Iron Attack toen een mega vorm afgemaakt. Oh, die was zo mooi. Dat is een Sky Battle. Dus. Oh, en het domste deel was dat ik juist een Sky Attack heb gebruikt terwijl we in het lucht waren. Ik ben nieuw. Jij bent inderdaad nieuw, hou je mond. En dan bij de eerste random battle random battles trouwens. Dat zorgt ervoor dat de mensen random Pokémon hebben in hun team en je weet niet welke. Hij had als eerste Pokémon een Whitecurium en ik maar een stomme Fortress. Goh, wie zou er winnen? En als ergste deel was dat volgens hij een Regi Steel had en ik Luffy Disc had. Luffy Disc. De meest waardeloze Pokémon in de geschiedenis van waardeloze Pokémon. Hij heeft het best wel lang volgehouden tegenover Regi Steel. Ja, nou ja, Iron Head staat in het nadeel. Dat is waar. Nou, niet in het grote nadeel, maar niet de beste. Dan gaan we weer kijken hoe Gastly iedereen vermoordt met zijn tong. Net als General Tao. Net als General Tao, weet je nog? Tao. Weet je nog dat Tao iemand vermoordde met zijn tong? In Dragon Ball Z? General Tao, iemand vermoordde met zijn tong. Mercenary Tao. Weet je wel? Oh ja, nee. Wat is het dan een vent met dat ene roze soort mantelachtig iets? Ja. Oh, met zijn tong? Ja. Oh ja, was dat van... Nee. Hij vocht toen... Misschien. Ik weet wel dat hij iemand vermoordde met zijn tong. Ik herinner dat weer wel, maar wie? General Blue. De Red Ribbon Army vond hem gefaald. Oh ja, nou begin ik een beetje meer te herinneren. Eigenlijk niet echt. Alleen ik herinner me... Maar ik denk dat ik wel weer een klein beetje wel bij me opkomt. Je bent inderdaad een noob. Je vecht met een vuurtype tegen een watertype. Wat is er mis met jou? Wacht, dat was een critical hit. Dat was de zieligste critical hit die ik ooit heb gezien. Ja, net als een dopvaars op een level 23 Gyarados. Terwijl hoeveel levels hoger die Hitman Lee was? Of nee, dat was Hitman Chan, toch? dat komt ook in mijn let's play bij Fire Red. Dat Gyarados heel erg graag tegen elektrische aanvallen gaat. Hij houdt van elektrische aanvallen. Hij eet ze op. Ja. Nam. Hoeveel schaam? Hoe hoog was die Hitmonlee? Hitmonchan? Ik weet niet. Die Hitmonlee was in ieder geval hoger. Nee, dat is een Hitmonchan. Want die had het visstaal. Ja, bedoel ik, ja. We zijn eigenlijk door de war ook, hè? Ja. Goed leuk. Oh, het mooiste stukje. En ook nog eens, maar dat was ons al angstige vecht ooit. Voor een heel makkelijke reden. Ja, jouw internet zuigt. Ik weet het. Normaal is het mijn internet op zuig, maar dit keer is het jouw internet. Ja, de vorige... Vandaag, deze opname, de vorige opname met Digimon. Yep. Gelukkig heb ik hier... Gelukkig hoef ik hier geen technische problemen te maken. Kom erbij, zeg wat doms in plaats van dat je gaat neurien. Het is zo makkelijk om het in mijn hoofd te houden, dit klinkt zo leuk. Wacht nog, morgen vergeet ik het weer. Dat is wel waar. Hey Ennis, wat is dat voor witte Pokémon daar? Ik zie daar een of andere witte Pokémon die met je meebeweegt. Oh, ja, ik zie dat. Het staat daar de hele tijd en dan opeens beweegt hij wanneer ik beweeg. Ja, oh, en trouwens, heb je het opgemerkt? Een Slowpoke staart wordt verkocht tegenwoordig ook. Zijn yummy. Ik heb er eentje opgegeten ook. Hoe smaakt het? Het lag er zo lekker, het was net als een Lickitung. Niet veel mensen zullen die referentie begrijpen. Maar wij begrijpen. Ja, maar die was geweldig. Maar die referentie was, dat moment was geweldig gewoon, hè. Ja.
Oh, en hier, kijk, hoor eens. Welke bestens van Final City? You beat Faulkner? Nee, hij gaf me het als een kerstmiscadeau. Precies, net als een van de gymleaders in, hoe heet het nou, in de watergyms van Kanto. Ja, S, ja, net als S. Of nee, niet eens dat. Nog beter nog, als een van de gymleaders van de gastgym in Kanto. Ja. Jullie gratis, wat bandjes? Wie wilt een gratis badge? Hé, ik voor een prijs van 2. Dat is wel leuk. Gratis badges hier. Oh kijk, ik heb een Whooper gevangen. Weet je, ik wil iets grappigs erover zeggen, maar ik kan niks bedenken, dus laat maar. Oh, ja. Het is zo'n gast. Ja. Oh, het is gemist. Het miste. Weet je, als mijn gezin, want geen mijn gezin copyright is, dan fuck my life. Alsof YouTube community toch gaat kijken. Ja. Kerstlieke. Waarom lezen we deze tekst? Fuck Gasly. Fuck teksten, want we lezen ze toch niet. Kappen. Oh, wacht, we vergeten nog iemand. Steve hebben we niet hier binnenin gestopt. Oké, Steve, wil je erbij? Wat heb je te zeggen, Steve, hier? Als je niks zegt, dan laat ik je erbij. Oké. Oh, Steve gaat ons zo erg haten. Maar dat doet hij toch al, dus er is niet zoveel verandering in. Ja. Arme jongen, hij krijgt niet eens één keer de kans om juist je nog wat te zeggen. Alleen omdat hij zo koppig is en zijn grote kont niet optelt naar de microfoon. Want mensen kont praat meer dan hij zijn gezicht. Hij heeft eerst een microfoon nodig. Oh ja. Nou, en nog een ander leuk dingetje. Ik heb Steve heel erg in de nesten gebracht, is een keertje. Ja, laten we daarover praten wanneer het klopt. Ik ben op de juiste timing. Ja. Ja. Wanneer hij erbij is. Dan kan hij weer zeggen, ik haat jou. En zo. Jij vindt het leuk als iemand zegt tegen jou, ik haat jou. Ja, ik weet dat het voor een grap is dan. Ja, dat is wel. Weet niet waarom. Maar geef toe, van de andere kant is het af en toe wel leuk. Helemaal wanneer het bij... Maar sommige momenten... Ik geef toe, ik was wel te ver gegaan. Oh, en voor de mensen die niet snappen... I didn't expect anyone to be here. Waarom ben jij dan hier? Waarom kijkt zo eng aan mij? Oh, wacht, hij is een bergbeklimmer. Waarom kijkt hij zo eng aan mij? Hij is een bergbeklimmer. I need an adult. I am an adult. Ja, dat is een mooie versie. Waarom gebruikte ik Amber? Oh ja. Ja, maar ook Amber had de stempbonus en fuck tackle. Ja. Dat was het. Weet je, in het Golden Soul Silver dat ik nu aan het spelen ben, heb ik ook maar Amber gebruikt in plaats van tackle hier. Tegen een steentype, zeg maar? Ja. Want ik heb geen watertype op dat moment. Zelfs was hier. Ik heb Whooper! Oh ja, geweldig, dat gaat veel doen. En het is een watertype. Ja, maar het gaat niks doen. Nee, het is geen... Hey, en het... Groot probleem, alsof Onyx echt veel schade doet. Ja? Wanneer ga je het opeten? Het is toch een... Want het is toch de Whooper van de Burger King? Nee. Whoopers whoop my ass. Verdumd. Thank you. Thank you and good night. Ik ben ik aan het kijken voor het waterpistool. Het is mijn maaltijd in de Burger King. En het waterpistool, waarom gebruikt het niet? Oh ja, het is level 19. Oh wacht, level 19? Het is level 4. Ik ken een HP. Dat is de slechtste HP dat ik ooit heb gezien. Nee, de slechtste HP dat ik ooit heb gezien is 1 HP. Oh wacht, zit Ninja. Ja, die heeft maar 1 HP. Nee, hij heeft ook een goede ability. Geef dat aan dit keer... Aan Electros. Oh, nee, niet aan Electros. Als je dat aan Electros zou geven, zou hij nooit doodgaan.
Nou, Electros heeft Levitate nodig om juist grondsoortaanvallen aan te kunnen, weet je. Hij heeft altijd Levitate. Ja, maar als we dat vervangen voor Wondercard, als de ability van Set Ninja, dan verliest hij Levitate. Dat is wel waar. Dus veranderen dat even naar Spiriton, voor generatie 6. En ik zeg voor generatie 6, hè? Oh god. Hij is dan de ultieme Pokémon. Het enige probleem die hij dan nu zal hebben, is staalsoort Pokémon. Want dan zullen die weerstand bieden op zijn aanvallen. Dat maakt niet uit, want dan hebben we toch nooit vermoord. Ja, maar je wilt toch wel die ene Pokémon heel snel uit de weg halen en dan niet de hele tijd zitten wachten. Ik wil jou heel snel uit de weg halen en niet steeds zitten wachten. Maar dat kan ik ook niet doen. Kappen! I swear, I will kill you one of these days. You said it all the time. But nothing's happened. Waarom praten we Engels in een Nederlandse Let's Play? Omdat het op YouTube know. Is. Yolo. Hashtag Yolo. Je hebt die video nog steeds niet gezien, hè? Oké. Okay. Oh, de ene video! Die was ik helemaal vergeten. Plus, ik had er geen tijd voor, want ik was met jou aan het praten. En toen moest ik nog wat andere dingen doen. En toen moest ik nog wat meer andere dingen doen. Dan was ik muziek aan het downloaden. En dan kwamen we bij jou. En toen waren we dit aan het opnemen. Wauw, hij likt stenen. En het werkt ook nog. Het moet waarschijnlijk heel vies zijn om die stenen te likken daar. Hey Gastly, hoe smaakten die stenen? Hey Steve, hou je kop, serieus. Grappen. Maar, dus Steve, wat vind jij ervan om op stenen te likken? Oh, juist. Oh, ja, dat is waar. We scheten het alweer. Oké, het is een... Weet je wat ik nog meer oplet? Gastly is een meisje en Judith is een jongen en Gastly likt hem. Hou je kop! Zo Stef, wat vind jij ervan? Oh wacht, je rechterhand is zomaar, dus waarom zou jij er nog antwoord op geven? Steve zegt ja, gewoon ja. Ja, hij is stil, natuurlijk. Als je stil bent, zeg je ja. Natuurlijk, ik neem dat als een ja. En wanneer hij iets zegt, dan weten we gewoon dat hij nee zegt. Ja. Ook al zegt hij ja, dan weten we nog steeds dat hij nee zegt. Precies. Oh, nu ga je hypnose gebruiken. Ik weet het niet. Ik ben helemaal vergeten waarom ik wat doe en zo. Ik weet niet eens wat je aan het doen bent hier. Ik ben een hike aan het bevechten. Of ben ik een hike aan het bevechten? Ik weet niet, we hebben zoveel lol. Het enige wat ik weet is dat we een volwassene nodig hebben. Serieus, alsjeblieft. Wat wil je dan? Oh, kijk, en nu wil ik het versnellen. Wij van Team SCM zijn sorry als jullie oren zijn gebreekt door Enes Genuri. Alsjeblieft, klaag ons niet aan. Wij gaan het geld voor jullie niet voor jullie orenbelasting niet betalen. Wij hebben namelijk geen geld. Wij zijn gewoon een paar idioten zonder geld. En we zijn hartstikke arm. Alsjeblieft, vind ons zielig door onze armheid. En hier is ons einde van onze video. Nou. Nee, ik kan zo lang door blijven gaan en zolang als ik praat, gaat deze video verder.